Ja, en we gaan gauw verder in deze training, want ik wil heel veel met jullie delen. Ik heb jullie de paraplu nu laten zien. We gaan daarmee eerst beginnen met die koepel. We gaan eerst beginnen met jouw grote visie en jouw grote verlangen. Er is namelijk een heel groot verlangen, een grote soul mission die jou aandrijft, die jou motiveert, die jouw vuurtje aanwakkert. Op het moment dat het even lastig wordt, op het moment dat je weer focus nodig hebt, dan is die paraplu, de koepel, is hetgene wat jou in alignment houdt. Dus wat is jouw grote visie? Weet je dat? Weet je waarom je doet wat je doet? En de vraag die ik altijd stel aan mijn klanten is: hoe zou de wereld eruit zien als jij met haar klaar bent? En dan kun je het nog specifieker maken. Hoe ziet het leven van jouw klant eruit als jij met haar klaar bent? Wat kan ze dan? Hoe voelt ze zich dan? Wat is er dan wezenlijk veranderd in haar leven? Welke resultaten kan ze verwachten? Dat is al een beetje meer inzoomen natuurlijk, maar allereerst gaat de koepel over: welke bijdrage wil jij leveren aan de wereld? Dus jouw soul mission, jouw purpose. Ik ga een aantal voorbeeldjes geven, want dan sparkt dat waarschijnlijk iets van jouw eigen vuurtje. Een van mijn klanten is homeopaat, maar die wil zich vooral gaan richten op vrouwen die hormonale disbalans ervaren. Nou, haar motivatie om die groep te kiezen, die komt echt uit de diepste van haar ziel. Ze weet gewoon: dit is wat ik hier te doen heb, dit is wat ik hier te brengen heb. En vervolgens heeft ze dus een keuze gemaakt voor die vrouwen die hormonale disbalans ervaren. Nou, en dat kan dus zijn als je in de overgang bent. Maar dat kan ook zijn op het moment dat je zwanger bent of net uit de zwangerschap komt. Of als je niet zwanger kunt raken op de natuurlijke manier en daar wat extra ondersteuning in nodig hebt. Dus super mooi natuurlijk dat ze die drie zo specifiek heeft kunnen omschrijven. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is haar gevoel erbij. De voldoening die ze kan halen uit het werk wat ze doet. En de verandering die ze dus brengt in de wereld. Een ander voorbeeld is een dame en die heeft echt een hart voor dieren. Een passie voor dieren. Ze wilde zeker weten met dieren werken. Dat is wat ze zeker wist. Maar er waren nog veel meer andere talenten ook in haar blauwdruk. In de Soul Mission workshop die ik doe, ontdek je ook echt de blauwdruk van wat nou het totaal is aan kwaliteiten en talenten die jij hebt meegekregen om jouw Soul Mission ook echt te leven. Dus op het moment dat zij bijvoorbeeld in dierenverzorging was gegaan of in een dierenwinkel was gaan werken, dan was er een heel deel van haar talent en potentieel verloren gegaan. Doordat ze een duidelijk beeld kreeg van die blauwdruk en van haar soul mission, heeft ze uiteindelijk een superleuke baan kunnen vinden als event planner voor grote festivals rondom dieren. Ja, het geeft haar dus ook die paraplu, dus ze kan ook daardoor zeggen: nee, ik plan niet events voor een bruiloft, tenzij het een hondenbruiloft is. Maar nee, dat doe ik niet. Ik doe alleen wat er past binnen mijn soul mission. Ik ga me niet meer aanpassen. Ik ga niet meer iedereen toelaten. Ik ga niet alle opdrachten doen. Nee, ik heb een specialisatie. Dus dat is ook nog wat die koepel van de paraplu jou brengt. Ja, en het derde voorbeeld gaat over een van mijn huidige klanten. En zij heeft zo'n mooi aanbod en zo'n prachtige praktijk. En ze doet ademcoaching en shamanenrituelen en therapeutische sessies, intuïtieve behandelingen. Ze doet heel veel. En voor haar was het dus heel lastig om een keuze te maken van: goh, waar gaat nou mijn online training over?
Maar toen we weer gingen kijken van, goh, wat is nou de gemene deler tussen al dat aanbod wat je hebt? Welke mensen help je dan precies en waarbij? En op het moment dat dat weer een beetje helder werd, toen zei ze, oh, wacht even. Ja, nee, maar de klanten die naar haar retreats komen, die hebben. Ja, een combinatie, die krijgen eigenlijk een combinatie van al die verschillende dingen die ze aanbiedt. Dus eigenlijk is haar retreat al een soort paraplu, want daarin kwam het allemaal tezamen. En dat is het hele mooie van het uitwerken of het uitschrijven van jouw aanbod en de paraplu-methode te gaan toepassen, is dat je ook echt zicht krijgt op, oh, wacht even, maar het valt wel allemaal samen. Het hoort bij elkaar. Want het hoort namelijk allemaal bij elkaar, want het hoort bij jou. Dus op welke manier dan ook, er is een manier waarop het allemaal bij elkaar past. Dus ga daar voor jezelf eventjes, ja, ga brainstormen, ga tekenen, ga kijken van, nou, waar heb ik een aanbod waarbij ik eigenlijk alles een beetje integreer van wat ik doe. En kijk dan van, god, voor welke mensen doe ik dit eigenlijk? En wat hebben zij van mij nodig? Als je een duidelijk beeld krijgt van wat mensen echt van jou verlangen, of waar ze echt mee geholpen zijn, dan kun je daar een systeem of een methode in ontdekken. Nou, ik merk dat we al gelijk in dit voorbeeld gaan we dus al van de grote paraplu gaan we naar die stapjes daaronder. Ja, die had ik voor nu. Ja, beter als we dat inderdaad nu gelijk doen. Want dan kun je gaan brainstormen en dan kan je het echt allemaal onder één, in één tekening verwerken. Op het moment dat je dus weet van, goh, nou, bijvoorbeeld dat retreat. Nou, daar krijgen mensen een ochtendritueel, daar krijgen mensen een ademcoaching, daar krijgen mensen ademhalingsoefeningen, meditatie, shamanistische rituelen. Nou, dat hoort allemaal onder dat wat ze krijgen in het retreat. Maar op het moment dat je dan gaat zeggen, goh, ja, ik weet eigenlijk niet waar mijn online training over moet gaan. Dan ga je eigenlijk kijken naar die persoon die op dat retreat is geweest en die na dat retreat dat allemaal zelf moet gaan doen. Dus wat zijn de basisvaardigheden die je sowieso aan iedere deelnemer zou willen leren? Dan kun je het gaan systematiseren. Dus je kan gaan kijken van, goh, weet je, wat is nou de transformatie waarmee ik mijn klanten help? Het woord transformatie is iets anders dan even iets veranderen. Nee, een transformatie is echt een blijvende verandering. Dus jij, met jouw werk, biedt jouw klanten iets waardoor ze een blijvende verandering ervaren in hun leven en die hun ook een bepaald resultaat oplevert. Nou, dat doen we net als dat ik geleerd heb in de jeugdzorg. Zetten we een punt op een lijn. Situatie A, situatie B. Of oh, wacht even, voor jullie A naar B. Nee, voor jullie is het wel zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, situatie A, situatie B. Dat schrijf je op een lijn. En dan ga je dus een omschrijving geven van waar is jouw klant op het moment dat ze op zoek gaat naar hulp van jou. Dus je situatie A. En je gaat ook een beetje in haar huid kruipen en je gaat dus bedenken van, goh, waar wil mijn klant zijn als ik met haar klaar ben? Wat is haar verlangen? En vaak gebruikten we dan voor dat verlangen, gebruikten we de wondervraag. Nou, als jij morgen wakker wordt en er is een wonder gebeurd, wat is er dan veranderd in je leven en hoe ziet je leven er dan uit? Mooie vraag, die geef ik je cadeau. En je kan misschien gewoon deze oefening een keer doen met een aantal klanten, want dan krijg je ook hun woorden te horen. En dat is voor je copywriting weer heel handig. Maar daar gaat het vandaag niet over. Als je dan punt A, je ziet je klant daar staan en je weet ook, oké, dit is waar ze naartoe wil. Dan kan ze natuurlijk vaak, kan ze niet in één keer die transformatie maken. Daar zijn stapjes voor nodig.
Dus ga voor jezelf eventjes vier boogjes maken op die lijn. En bedenk dan, wat is de allereerste ontwikkeling die mijn klanten nodig hebben om tot hun gewenste resultaat te komen? Weet je, op het moment dat ze bijvoorbeeld heel gestrest zijn enzovoorts en nou ja, heel veel last hebben van hun emoties, dan is dat bijvoorbeeld iets wat je eerst moet aanpakken voordat ze in staat zijn om hun mind te controleren. En op het moment dat ze hun mind gecontroleerd hebben, dan kunnen ze hun gedragingen gaan aanpassen. En doordat ze het gedrag aanpassen, krijgen ze uiteindelijk het resultaat wat ze willen. Dat is een voorbeeld van welke boogjes je zou kunnen tekenen voor jouw eigen klanten, voor de transformatie die zij ervaren doordat jij met hen gaat werken. Nou, pauzeer eventjes de video als je dat wil. Ga dat lekker uitschrijven. En nou ja, dat hoeft eigenlijk niet te pauzeren. Ik ga een break inlassen, want het is nogmaals een driedaagse. Dus ik ga jullie niet te lang afhouden van het uitwerken van jouw eigen paraplu. Duik echt eventjes weer terug in die visie waarom je doet wat je doet. Ik heb daarvoor een geleide meditatie in het Engels. Uncover your big why. En daarbij ga je echt weer even terug verbinden met jouw soul mission. En vanuit die soul mission ga je dus zien van, oh, alles wat ik doe, alles wat ik bijdraag aan de wereld, dat is met elkaar in overeenstemming, dat is met elkaar verbonden. En dan vervolgens ga je kijken van, nou oké, okay, als ik een klant wil helpen, de missie die ik heb is de grote transformatie. Waar moet mijn klant dan eerst zich in ontwikkelen? Wat kan er dan daarna aan bod komen? Wat daarna en wat daarna? Dus daar maak je zeg maar de vier boogjes. Ik heb er vier. Weet je, worden het er zeven, dan worden het er zeven, hè? Dat is ook oké. Okay. En zijn het er drie, is ook goed. Het gaat er even om dat je gaat zien dat, ja, dat je een trajectbegeleider bent. Weet je, dat je bepaalde vaardigheden aan het aanleren bent aan je klanten en dat die een bepaalde positie hebben. Nou, wat ik daarnet als voorbeeld gaf, op het moment dat iemand helemaal in emotie enzovoorts, ja, dan kan je ze niet iets anders laten doen, zeg maar, want dan komt die emotie er de hele tijd tussen en die zorgt dan voor een blokkade. Dus nou, dat is een voorbeeld, maar jij hebt natuurlijk kennis van wat er voor jouw klanten belangrijk is om eerst te ontwikkelen voordat ze doorgaan naar een volgende fase en voordat ze toe zijn aan een volgende stap. En dat kan je dus heel mooi in die boogjes samenvatten. Als er verder vragen hierover zijn of je komt er echt niet uit, ja, dat snap ik, omdat het natuurlijk een nieuwe methode is, maar het is echt om alles voor jezelf inzichtelijk te maken. Begin bij één onderwerp. Dus doe je verschillende dingen, zoals ik met mijn soul mission en marketing en copywriting. Ga dan een paraplu maken voor één van die dingen. Versimpel het proces. Dat is de key, dat is de sleutel. Luister de meditatie, ga lekker kleuren, tekenen, gebruik de paraplu, gebruik de lijn met de stapjes en ga kijken of je het transformatieproces van je klanten inzichtelijk kan maken. Morgen gaan we dieper in op hoe je dat transformatieproces dan omzet in lessen van jouw training. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het creatieproces bij je aangezet is en dat je lekker gaat spelen met alle informatie die je nu hebt gekregen. Deel je paraplu ook in de groep, vind ik hartstikke leuk. En dan zien we elkaar morgen.